Wat wij voor Open Monumentendag dit jaar echt hebben proberen te doen, is er een leuke en ontspannende dag van te maken waarin mensen gewoon veel kunnen zelf beleven. En we hebben daarbij meteen nagedacht dat het programma geschikt is voor iedereen, voor meerdere doelgroepen, voor jong en oud, mensen die alleen komen of in groep, zodat iedereen aan zijn trekken komt. Ik denk dat de impact van een evenement als dit voor de lokale gemeenschap is dat mensen die hier als toevallige voorbijgangers komen of op zondag een koffie komen drinken of komen wandelen, van de natuur genieten, dat die ervaren dat deze plek ook meer te bieden heeft en dat die geschiedenis niet saai en duf is, maar dat je dat ook echt kan beleven. En op een heel speelse manier denk ik dat ze zo betrokken worden bij het kasteel. De doelgroepen die wij voor ogen hadden en die we vandaag denk ik aan het bereiken zijn, dat zijn de vaders, de moeders, hun kinderen en de grootouders. Er is voor elk wat wils, er is vertelling, er is een stukje historie, er kan geknutseld worden voor de kinderen. Het kasteel van Horst is momenteel gesloten voor restauratiewerken en wij dachten wij gaan de prachtige plafonds, de stukwerken plafonds uit 1655 naar buiten brengen naar de bezoekers toe. Mijn personage, Maria Anna van den Timpel, gravin van Horst in de 17e eeuw. Zij heeft die drie prachtige plafonds laten maken door de kalksnijder Jan Christian Hansje. En wij hebben ervoor gekozen om met de bezoeker interactief een gesprek aan te gaan met historische personages uit die tijd. En dit is wel een hele andere, maar zeer fijne manier. En we hebben ook gemerkt aan de reacties van de mensen. Oh, wat vertelt u dat op een fijne manier en dat is anders. En ze stellen ook veel meer vragen en willen meer eigenlijk. We hebben wel gezien dat dat ja, eigenlijk heel goed aanslaat. Ik denk dat verhalen en vertellen de belangrijkste manier van communiceren is voor doelgroepen. Je kan natuurlijk vertellen over de kunstenaar, je kan vertellen over de stijl, je kan vertellen met data in, met gegevens in. Maar uiteindelijk gaan de mensen aanhaken met een verhaal. Vertel een spannend verhaal en de mensen gaan de gegevens zelf opzoeken. Mensen verbinden zich met een verhaal op een emotionele manier. Ze verbinden zich met een personage dat problemen beleeft die zij ook kunnen beleven. En van daaruit gaan ze zich dan ook interesseren in bijvoorbeeld het plafond hier in de Ovidiuszaal. Afhankelijk van je publiek gaan mensen aanhaken bij wat dat voor hun relevant is of wat dat zij kennen. Kinderen gaan andere dingen horen dan volwassenen. En trouwens, elk publiek, elke persoon, elke luisteraar gaat op een aparte manier dat verhaal in hem of in haar opnemen. Of zij er iets uit leren, ik hoop van wel. Misschien niet direct, misschien later. Maar verhalen hebben een lange nawerking. De dansinitiatie die wij geven, een korte dansinitiatie trouwens, gaat over een ervaring die we de mensen willen meegeven rond het bewegen van de adel op zo'n lusthof. Dat is de historische kant van de zaak, hè? Maar het is de bedoeling dat iedereen meedoet. Hè? Ik vind het gewoon leuk om met mijn vrienden en mensen die ik ken te dansen en ook met mensen die ik niet goed kan dansen. Dat vind ik leuk.